Vandaag gaan we eens dieper duiken in de collectie van het Belasting- en Douanemuseum. Wat wij hebben aan stukken van hen zijn heel veel soorten prenten. Het is een hele diverse collectie, allerlei verschillende soorten technieken, perioden en makers. Maar ik ga zo wat voorbeelden hiervan laten zien. Sommige prenten waren beschadigd. We hebben een kunstenaar gevraagd hier een bewerking van te maken om zo toch tot een heel mooi product te komen. Hiernaast ligt daarvan een mooi voorbeeld. Een werk van Nick Heemskerk. Het is een prent origineel van Adriaan Klant, die uit 1868 dateert. De illustraties van de vredesduiven verwijzen naar de rol die Klant speelde bij het vredesproces van de Vrede van Münster. De prent is bewerkt met kleurpotlood. De kunstenaar heeft voor dit medium gekozen omdat het beste samenwerkt met de originele grafische techniek. Zoals je hier kunt zien liggen er allemaal verschillende prenten met verschillende druktechnieken. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een staalgravure. En dit is bijvoorbeeld een ets. We hebben ook portretten van vrouwen. Ik heb er hier twee mooie voorbeelden. Nu komt het vaak voor dat dit de vrouwen waren van beroemde mannen en als zodanig ook genoemd worden in de geschiedenis. Dit is een lithografie van Anna van Saxe en zij was de tweede echtgenote van Willem van Oranje. En ook hier zien we een heel mooi portret van een dame en zij wordt ook genoemd als de vrouw van Coligny. Dat was het weer voor vandaag. Vond je het nou leuk om wat meer te leren over de collecties die wij hebben? Like dan vooral deze vlog en dan gaan we de volgende keer duiken we in een ander deelgebied. Vergeet niet te abonneren.